Meneer S. heeft bekend dat hij Marianne die bewuste avond is tegengekomen. Hij zegt toevallig. Hij is er gevolgd en heeft er vervolgens met een mes gedwongen het weiland in te lopen. Hij heeft haar daar seksueel misbruikt, verkracht en vervolgens vermoord. Dat is zijn bekentenis. Hij zal begrepen hebben, ik moet bekennen, er zit niks anders op. Want op het moment dat je niet bekent, kan je ook geen strafmaatverweer voeren. Kan je ook niet zeggen, ja, maar ik was eigenlijk dronken of ik voelde me niet goed. Of Marianne had dit of dat gedaan. Dit is in mijn ogen natuurlijk het definitieve einde, de nekslag voor de complotdenkers. Maar ja, ze zijn hardnekkig en eigenwijs en van de weg genoeg om te zeggen dat hij toch onschuldig is, maar dat hij gemarteld is door de politie. En dat ze zo de bekentenis hebben afgedwongen. Ik vrees dat we van deze lui nooit afkomen.